Coach, welkom. Dank u. Eerste vraag. Die kent je. Hoe gaat het met uh, Heel goed, heel goed. Uh, we hebben een goede week achter de rug. Uh, de rug. Uh, dus dat is altijd wel uh, positief. Het is onze tweede voorbeschouwing van het seizoen. Mag ik zeggen dat dit de echte start is? Of doe ik daarmee de Supercup van vorige week een beetje te kort? Nee, je mocht dat zeker zeggen. Dit is eigenlijk de eerste echte wedstrijd waar het uh, om de knikkers gaat. Ik denk dat het vorige week vooral prestige was. Uh, dus ja, deze week gaat het echt om de knikker. Ik liep vorige week rond in de catacomben van de Bosuil en ik zag wel heel veel verslagenheid toch bij die spelers. En dat viel mij enorm op. Ik denk dat het voor die gasten wel niet zomaar een oefenmatch was vorige week. Nee, het is ook niet zomaar een oefenmatch. Hè. Het is wel iets waar je kan... Het is een prestigeduel waar je niet uh, absoluut uh, graag wil winnen. Hè. Zoals ook de vorige oefenwedstrijden bijvoorbeeld. Deze was natuurlijk... In een vol huis, een supercup, uh, wedstrijd live op TV. Dus die spelers winnen. Als je winnen. Zeker als je er zo dichtbij bent, ja, dan is dat echt wel uh, jammer dat je dat niet hebt kunnen afmaken. Wat heb je dan de dagen daarna gezegd tegen die jongens? Want ja, het was wel aangekomen, zeker de manier waarop. Ja, de manier waarop. Hè. dus uh, gewoon het positieve benaderd. Ik denk dat we een heel sterke tweede helft hebben gespeeld. Zeker ook 11 uh, tegen 11 en dan 11 tegen 10. Dat moet je natuurlijk ook altijd doen. Hè. Er zijn wedstrijden genoeg waarin een ploeg één man voor staat en weinig kan creëren. Ik denk dat wij wel genoeg hebben gecreëerd. Uh, het, het speelpijl ging zeker naar omhoog uh, na een moeilijke eerste helft waarin we iets te veel twijfelden aan, aan elkaar. Als laatste match van een voorbereiding, want zo bekeken we die Supercube dan toch een beetje, wil je eigenlijk altijd een stevige tegenstander om je nog eens mee te matchen, alles goed te kunnen analyseren, denk ik. Antwerpen was dat. dan. Zijn er dan dingen die jou extra zijn opgevallen ten opzichte van vorige wedstrijden? Niet extra, maar ik, ik wist wel in de richting waar het naartoe zou gaan. En uh, dus die dingen die zijn, die zijn bevestigd geweest. Dus uh, ik weet waar ik naartoe wil gaan. En uh, daar komen we uh, uh, rustig aan, uh, stilte aan, komen we daar wel, uh, wel aan. Je krijgt waarschijnlijk vaak de vraag: van wat stemt jou tevreden na zo'n match? Want we gaan het eens omdraaien. Wat stemde jou niet tevreden na die match? Ja, gewoon dat de dingen die we al weken aan het trainen zijn en dat die in de eerste helft um, niet um, volledig werden nageleefd. Uh, dus en, en de spelers gaven dat zelf ook toe en in de tweede helft pas je dat wel toe en, en ben je ineens veel gevaarlijker. Dus um, kwam dat door de tegenstander? Dat denk ik uh, zeker niet. Het was wel een, een ter, sterke tegenstander. Maar ik weet dat onze funderingen zeer zeer goed zijn als we doen wat, uh, wat we moeten doen. Daar had je het vorige week ook over. Toen heb je aangegeven: als jullie jullie ding blijven doen, zelfs als ze het wat moeilijker hebben, dan komt het wel in orde. Heb je dat ook gezien? Zijn jullie jullie ding blijven doen? Ja, in het begin deden we ons ding. Dus dan hadden we het moeilijk. Maar je, je kan in die wedstrijd blijven door, door omstandigheden. Okay, er stond maar één aan die rust, en dan kan je wel. Uh, verder kijken en dan moet je die, uh, die wedstrijd terug kunnen, kunnen omgooien. Ik denk dat uh, uh, vorig jaar daar ook wel een pijnpunt lag: dat als we elke keer als we op achterstand kwamen het moeilijk werd voor ons, zeker op, uh, op verplaatsing. En dat hebben we nu wel kunnen, kunnen rechttrekken en, en heel goed rechttrekken. We nemen nu op op donderdag, maar de match tegen Bruggen is pas zondag. Heb je nu al zicht op jongens die ten opzichte van vorige week bij de kern komen? Zonder ongelukken dan in die laatste twee dagen training? Ja, als alles goed blijft gaan, dan, dan uh, recupereren we Joff en Sandy terug. Uh, die, die jongens zijn nog niet volledig fit, dat uh, kan, kan ook niet. Maar die, kunnen wel, uh, die mogelijkheid bestaat zodat ze in de selectie komen. Oké, okay. en er is ook wel wat veranderd bij Club Brugge tijdens het tussenseizoen. Om te beginnen, nieuwe coach, ook een heel aantal nieuwe spelers. Hoe bereiden jullie die wedstrijd voor? Want ja, heel veel houden vast. Heb je nog niet? Je hebt misschien wat oefenmatchen, maar daar gebruiken ze ook nog niet altijd hun sterkste opstelling misschien. Hoe begin je eraan? Ja, nee, het geluk dat we wel hebben is dat ze um, sowieso al een heel goede wedstrijd hadden tegen, tegen, tegen Feyenoord en, en tegen AZ. En, en dat ze nu ook wel een, uh, een Europese wedstrijd gaan spelen. Dus daar kunnen we ook wel uithalen. En je ziet natuurlijk wel bepaalde patronen terugkomen. Of dat nu met basisspelers is uh, uh, of niet. Um, en, ja, daar probeer je naar te kijken en, en dan, dan zie je wel bepaalde dingen terug. Verschillen die dingen enorm veel ten opzichte van Club Brugge vorig seizoen? Ja, toch wel. Je hebt een bepaalde speelstijl en dan ook mentaal verandert trokken. ook wel. een nieuwe trainer met andere accenten en een, misschien een, een andere insteek. En, en dat zie je ook wel, ook wel terug. Tot slot, hoe staat het met de zenuwen bij iedereen? Want nu begint het seizoen echt. Ik kan aannemen dat er dan al wat meer spanning in de kleedkamer hangt dan ervoor. Ja, op dit moment valt het nog, nog mee, maar ik denk uh, dat het naar morgen, wanneer het allemaal uh, wat, wat tactischer wordt, en, uh, en, en zeker ook de zondag zelf, dat ja, al die gezonde stress wel naar boven komt, dat het seizoen dan eindelijk, uh, eindelijk begint. Hangt de kleedkamer dan vol met papieren en tactische besprekingen of valt dat gewoon mee? Nee, uh, morgen, morgen is de eerste tactische uh, bespreking. Dan, uh, maar we hebben wel natuurlijk al een paar tactische elementen gelegd die we wel zondag, uh, zondag willen zien top. Dan kijken we daar samen met jou naar uit en veel succes zondag. Dank u wel.